Wist je dat ik ongeveer 25 miljoen millimeter van mijn werk afwoon? Iedere morgen leg ik ongeveer 25 miljoen millimeter af van huis naar mijn werk. Dat klinkt misschien ongelooflijk ver, maar als je het omrekent, dan is het maar 25 kilometer. Om lengtematen om te kunnen rekenen, moet je eerst de verschillende lengtematen op een rijtje zetten. Onze standaardmaat is de meter. Als je die in 10 gelijke stukken verdeelt, dan krijg je een decimeter. Verdeel je die weer in 10 gelijke stukken, dan krijg je een centimeter. En verdeel je die weer in 10 gelijke stukjes, dan is één zo'n stukje een millimeter. We zouden nog kleiner kunnen gaan met micrometer, maar dat is niet echt heel praktisch. Terug naar de meter. Als je 10 meters achter elkaar legt, heb je een decameter. 10 decameters achter elkaar is een hectometer en 10 hectometers is een kilometer. Je ziet dus dat iedere keer als je een grotere maat neemt, dat deze dan 10 keer groter is. Iedere keer als je een kleinere maat neemt, is deze 10 keer kleiner. Daarom kunnen we nu de volgende stappen bij het rijtje zetten. Dus ga ik een meter meten in centimeters, passen er wel 100 centimeters in die ene meter. Ga je met een kleinere maat meten, dan wordt het getal dus groter. Ga ik juist die meter meten met mijn liniaal van een decameter, en ik ga nooit zonder van huis, dan past die meter daar wel 10 keer in. 1 meter is dus maar 1/10 deel van de decameter. Ga je met een grotere maat meten, dan wordt het getal dus kleiner. Nog 2 handige regels om te onthouden. Een kilometer is hetzelfde als 1000 meter. En een meter is hetzelfde als 100 centimeter. Een paar voorbeelden. Hoeveel meter is 4/2 hectometer? 4/2 hectometer is gelijk aan 42 decameter. En dat is gelijk aan 420 meter. 55.000 centimeter is gelijk aan hoeveel kilometer? Het is gelijk aan 5500 decimeter. Dat is 550 meter. Dat is weer 55 decameter, 5/15 hectometer en dat is weer 5500ste kilometer. Hier zijn nog een paar voorbeelden. Zet gerust de video even op pauze om het zelf te proberen voordat we de antwoorden laten zien. We hebben een hele mooie poster gemaakt als hulpmiddel bij het omrekenen van lengtes. Maar ook voor oppervlakte en inhoud. Handig voor bij het maken van oefenopdrachten of voor in de klas. Je vindt het linkje in de videobeschrijving. Bedankt voor het kijken. We waarderen het als je de tijd zou nemen om deze video te delen en te liken. Graag tot de volgende keer.